de mensen die hier nu komen in ieder geval een bed hebben om in te slapen, voedsel en water hebben. En uiteindelijk moeten we komen tot gecontroleerde migratie, noemen we dat. Hè. Dus dat de mensen die echt vluchten voor oorlog, daar moet altijd plek voor zijn. En uiteindelijk moeten die mensen ook weer terug kunnen naar het land waar ze vandaan kwamen om daar hun bestaan weer op te bouwen. Wat we nu ook met de Oekraïners zien. Vindt iedereen, denk ik. Hè? En zelfs zo'n jongen waar u net over vertelt, of je nou wel of niet in de politiek werkt, dat iemand een betere toekomst zoekt, snapt iedereen. Maar op een gegeven moment loopt het toch spaak als er duizenden mensen deze kant op komen. Dus ik begrijp uw antwoord, maar mijn vraag was, is het kabinet bezig om de toestroom nu op korte termijn proberen in te perken? Nou ja, dat doen we dus door bijvoorbeeld van die migratieafspraken willen we gaan maken met landen om mensen weer terug te nemen. Maar dat doen we veel in Europees verband ook. Dus dit is echt omdat we juist die open grenzen hebben. Moeten we dat wel in Europees verband doen? Kunnen we dat niet als Nederland zomaar de grenzen nu dicht houden? En dat soort maatregelen als de Engelsen nemen? Ik wil daar zeker naar kijken. Als wij met landen afspraken kunnen maken om mensen terug te nemen en daar op de een of andere manier perspectief te bieden. Bijvoorbeeld door daar de private sectorontwikkeling, waar ik nu ook mee bezig ben, in verschillende landen. Als we dat op die manier kunnen oplossen en dus eigenlijk echt ruimte kunnen houden om in Nederland de mensen die echt vluchten voor oorlog ruimte te kunnen geven, dan wil ik daar best naar kijken. Dat is nieuws, als de minister dat vindt. Om op die manier te kijken naar plekken van andere opvangplekken dan we nu tot nu toe hebben afgesproken. Want in Londen is het voor afgelopen week mislukt door ingrijpen van het Europese Hof. Ik denk het probleem veel groter is dan alleen die uitstroom. Want ook de uitgeprocedeerden moeten weg. En die blijven gewoon hier in Nederland. Als het gaat om de regels. Ja, het is al vanaf 1994 hadden we al 50.000 asielzoekers. Moet je kijken wat een enorme industrie we hebben. Als het gaat om de advocatuur. Als het gaat om allerlei organisaties die min of meer gebaat zijn bij veel vluchtelingen. Daar moet een eind aan komen. En de open grenzen. We kunnen onze grenzen een beetje afsluiten ook, hè? Onze eigen grens. We gaan er ook nog een andere kabinetsleden. Die blik van u naar richting paradijs van ja. Ik vind de industrie van de advocatuur voor vreemdelingen, dat is niet een beroep waar je nou heel veel geld in verdient. En dat zou ik ook eigenlijk geen industrie willen noemen, als ik heel eerlijk ben. Nee, maar dat er asieladvocaten zijn die ook vaak vluchtelingen echt onterecht nog een keer hoop geven. En ze vanuit de slurf op Schiphol nog een keertje weer een procedure dat laten starten. Dat is iets anders. Dat is iets anders.